Dames en heren, ons land bevindt zich in een sanitaire noodtoestand. De druk in de ziekenhuizen die is immens, dat heeft u de voorbije dagen allemaal kunnen zien. Onze zorgverleners die leveren absoluut bovenmenselijke inspanningen, elke dag opnieuw, om levens te redden. Het is bijzonder zwaar en in heel veel van onze ziekenhuizen is eigenlijk de pijngrens al een ganse tijd overschreden. Tegen midden november zullen tot 10.000 mensen met COVID in onze ziekenhuizen liggen. 2.800 daarvan zullen in hoog of in laag intensieve zorgen liggen. De voorbije week zijn er 100.000 van onze landgenoten die besmet geraakt zijn met het COVID-virus. Gehoord hebben dat ze besmet zijn en we zien nog altijd geen kentering. Op dit moment is er maar één antwoord, is er maar één keuze. En dat is allemaal samen achter onze mensen in de zorg gaan staan. Om te voorkomen dat onze zorgverleners en onze ziekenhuizen zouden bezwijken. Dat kan maar op één manier. En de enige manier waar we daar allemaal kunnen toe bijdragen is maximaal alle fysieke contacten die zoveel mogelijk te gaan beperken. Zo kort als het kan, maar we gaan het zo lang moeten aanhouden als het moet. We moeten die steile opgang, we moeten die breken en we moeten dat zo snel en zo radicaal mogelijk gaan doen. Na grondig overleg met wetenschappers, na overleg met de COVID-19-commissaris, heeft het overlegcomité daarom in een geest van eenheid en van duidelijkheid beslist om over te gaan tot een verstrengde lockdown. Met dezelfde regels die gelden voor het ganse grondgebied in ons land. Ik ga u een aantal elementen geven van detail en de minister-president, de minister van Volksgezondheid, zal er meer op ingaan. Eerst en vooral de regel van 4 in de binnenruimte bij u thuis, die vervalt. U mag vanaf nu nog 1 persoon terzelfde tijd bij u uitnodigen. En die ene persoon die je uitnodigt, die is terzelfde tijd het knuffelcontact waarover wij in het verleden zoveel gesproken hebben. Dus u kan maar 1 persoon terzelfde tijd bij u uitnodigen. De regel van 4 die blijft wel van toepassing buiten. Buiten mag u tot 4 mensen ontmoeten, afstand houden, mondmasker gebruiken, maar met de bedoeling om te wandelen, om in beweging te kunnen zijn, om voldoende te kunnen bewegen. Meer vrienden of meer familie kunnen we absoluut niet toelaten om thuis te ontmoeten. Vandaag zien we dat er zoveel mensen zijn die besmet zijn, dat het virus zo wijd verspreid is dat dat risico gewoon te groot is. We moeten voorkomen dat we binnenshuis elkaar ziek blijven maken. Vandaar dat we dus de contacten thuis uiteindelijk beperken tot 1 persoon. Alle niet-essentiële winkels zullen moeten sluiten. Thuislevering en ophaal zijn natuurlijk wel mogelijk en we gaan er alles aan doen om ervoor te zorgen dat er gelijke en eerlijke regels zijn voor iedereen. Ik zou nog eens willen benadrukken, dat wil zeggen dat voedingswinkels, supermarkten, dat die gewoon open blijven. Er is geen enkele reden om te hamsteren. Degenen die vandaag of morgen zouden gaan hamsteren, die gaan zich eigenlijk zeer asociaal gaan opstellen ten opzichte van mensen die dat niet doen. Er is geen enkele reden om dat te doen. Ook de niet-medische contactberoepen, bijvoorbeeld kappers, schoonheidssalons, zullen hun activiteiten opschorten. Voor de scholen wordt de herfstvakantie verlengd tot 15 november. De minister-presidenten van de gemeenschappen zullen daar meer detail over geven. Op het gebied van werk wordt telewerk verplicht. Wanneer dat niet mogelijk is, zijn mondmaskers en vooral ook ventilatie verplicht. Bedrijven kunnen doorwerken, maar alleen als de regels toegepast worden. Bedrijven kunnen doorwerken, maar de regels moeten toegepast worden en telewerk wordt verplicht. De restaurants en de bars in hotels
die gaan sluiten. Maaltijden kunnen enkel nog genuttigd worden in de kamer. Begrafenissen zullen beperkt worden tot maximaal 15 personen die aanwezig zijn. Een maaltijd of een receptie achteraf is niet meer mogelijk, omdat we anders te dicht bij elkaar zitten als we aan dezelfde tafel gaan zitten. Vakantieparken zullen vanaf 3 november gesloten zijn. Tot die datum zijn de indooractiviteiten, zoals bijvoorbeeld de zwembaden, de restaurants en de bars, ook daar gesloten.